Ollongren, die wordt gefotografeerd. Functie elders. Functie elders. Bart Maat van Functie elders. Ik had nooit gedacht dat deze foto zo'n impact zou maken. Die ochtend fietste ik al vroeg naar het Binnenhof. En ik stond daar met mijn camera in de aanslag op Rutte te wachten. En op dat moment kwam Kasia Ollongren ineens naar buiten lopen. En ik vond dat heel bijzonder, want ze had 10 minuten later een afspraak met premier Rutte. En daarom maakte ik voor de zekerheid maar een foto. Pas veel later deze ochtend, toen ik samen met een collega op de tekst inzoomde, zag ik het staan. Functie elders. Toen ben ik meteen naar de redactie gerend en die hebben er een persalarm van gemaakt. Het nieuws sloeg meteen in als een bom. Ik zag die pushberichten verschijnen, dat de verkenners waren opgestapt, de telefoon begon te rinkelen en ja, dat is dagenlang zo doorgegaan. Deze foto is natuurlijk voor helemaal niemand leuk geweest van de betrokkenen. Maar wel goed geweest voor de transparantie. Want dat geeft een inkijkje in hoe zo'n besloten proces van de formatie eraan toe gaat. Het werd met bijna 300 dagen de langste formatie ooit. Ik had echt geen idee dat een foto zoveel impact zou kunnen maken. Waar ik graag wil zijn is op de plek waar de beslissingen vallen. Waar met de vuist op tafel geslagen wordt. Het is dus heel belangrijk dat je je realiseert hoeveel impact een beeld kan maken. En welke verantwoordelijkheid je draagt als fotojournalist. Een goede foto kan de politiek op zijn kop zetten.